laatste van de pers. KSK Rest houdt even in Leuven is geëindigd op 3-2. Is niet genoeg om na te praten met de twee trainers. Ik heb naast mij Roy van Geneugden van even in Leuven. Sinds bosgrens van KSK Rest. Ja, dus inderdaad een overwinning die bloed, zweet en tranen gekost heeft. En het tikkeltje geluk dat ons ontbrak in Oostende en ook in de bekerwedstrijd zondag, dat hebben we nu wel gecompenseerd gekregen. Ik denk dat Oud-Heverlee op basis van hun technisch vermogen en hun goede combinaties een punt verdiende hier. Daar moet ik niet voor liegen. De eerste helft was de scheidsrechter inderdaad een beetje bepalend. Ik zat ver van de fase af natuurlijk waar een strafschop in ons voordeel wordt gevlogen. Je kan er dan inderdaad verschillen op een wedstrijd fluiten. Maar ja, oké, hij gaat er binnen. En dan de scheidsrechter van Oud-Heverlee Leuven. Dat was dus een snelle tegenaanval. De scheidsrechter stond nog op de middenlijn en keek naar de grensrechter. En het was duidelijk de grensrechter die de beslissing nam dat het een strafschop was. Ik heb aan Steven Olleslagers onder de rust gedragen, omdat hij de speler van Oud-Heverlee Leuven geraakt heeft. En hij heeft mij gezegd dat hij dat licht gedaan heeft, dus was het een strafschop. Ja, dan zaten de omstandigheden ons deze keer wel mee. We hadden het zelfs moeilijk tegen 10 man, omdat het technisch vermogen van de profspelers van OHL toch groter is dan van onze ploeg. Maar onze ploeg die verdient toch wel een standbeeld voor moed en zelfopoffering. Ze hebben er alles aan gedaan om de overwinning over de streep te halen en in deze historische match, de eerste in tweede klasse voor KSK Rest, onder deze groep nieuwe verplichting om daar een overwinning van te maken. En we zijn erin geslaagd. Toch met prachtige doelpunten, denk ik. Het afstandsschot van Bart Wevers onderkant lat binnen is een pareltje. En dan de snedige tegenaanval waar Hendricks afwerkt met zijn rechtervoet al schuivend, vind ik ook een prachtig doelpunt. Maar daar kwamen we toch nog in de problemen. Direct of toch korter op het tegendoelpunt. En dan nog een race mogen ballen en druk van de tegenstrijder. En ja, inderdaad, zoals Romy zegt, had het hier gemakkelijk 3-3 kunnen worden. En ik denk natuurlijk ook dat de uitsluiting meegespeeld heeft. Want ik vraag me af, moest Oud-Heverlee met 11 man gebleven zijn of dat we dan ook gewonnen hadden. Ik vrees van niet, maar ja. Persoonlijk vond ik het een zware tackle en dan wacht je af wat de scheidsrechter gaat bovenhalen. En ja, het was een rode kaart, dat hoort ook bij het voetbal zeker. En ik kon erin komen dat er rood gegeven werd. Maar nogmaals, Oud-Heverlee Leuven is een sterke ploeg die zeker top 5 mag ambiëren, maar misschien zelfs meer. Zeker vond ik ze sterker dan zijn eerste tegenstrijder. En ik denk, zoals Romy zegt, dat Fortuin zichzelf dat wel zal compenseren in een hele goede einduitslag. Ze hebben goede spelers, ze hebben goede trainer. Ze hebben de fighting spirit getoond. Helaas voor hen hadden wij dat tikkeltje geluk dat echt nodig is om de match te winnen. Vandaag meer in huis te hebben. Oké, dank u. Sis Bosgaerts. Goedemiddag, beste medewerkers van de pers, KSK Rest. De verliezen geëindigd op 3-2. Naast mij zit meneer Zahera, de trainer van de verliezen. Aan de andere zijde is Bosgaerts, trainer van KSK Rest. Ja, dankjewel. Aan meneer Zahera zou ik zeker willen zeggen dat zijn eerste helft, of de eerste helft van zijn ploeg, zeer goed was. En van het moment dat men erin slaagt bij de verliezen om twee zulke helften te spelen, dat dan ook vlug de eerste punten zullen volgen. Wat onze eigen ploeg betreft heb ik een verschil tussen hemel en hel gezien, tussen de eerste en de tweede helft. De eerste helft, wat wij gewoon zijn van IJs, dat de zegen wil en het hoofd ervoor leggen, de kop ervoor, de duels winnen, dat de laatste 2 jaar zeker een handelsmerk is geworden van onze ploeg. Dat het totaal afwezig was in die eerste helft. Getuigen de twee doelpunten. Eerste vrije trap voor de goal, van op 1 meter van de goal binnengewerkt door de centrale verdediger van Tubize. Tweede goal, inworp, mag zelfs botsen in onze kleine baklijn. De
links voor dat jij mag nog wegdraaien bij onze bak en mag dan graag een doel binnenschieten. Dus twee doelpunten die op een DVD kunnen staan om aan te tonen de manier waarop je niet moet verdedigen. En we hebben dan een kans net voor de rust en was even wat consternatie. Moest Lemanaster de bal afgeven of mocht hij zelf de poging ondernemen. Ik heb daar direct een streep willen ondertrekken en gezegd dat dat het verleden was. En dat ik zijn verantwoordelijkheid moest pakken en dat iemand die zijn verantwoordelijkheid neemt, dat die dan ook moet aanvaard worden in zijn beslissing. En dan was dat incident, is een heel groot woord, maar dat meningsverschil komt direct uit de wereld. En dan in de tweede helft heb ik gewoon een fantastische ploeg zien staan. De inbreng van Sven van Vlasselaar was bepalend om de ommekeer in de match te krijgen. Niet alleen voor zijn eerste doelpunt, maar vooral zijn manier van spelen. Het terug willen voetballen, het minder de lange bal hanteren. De combinatie zoeken, dan met Glenn van Assen als tweede spits vanuit de linker voorpositie. Waardoor we toch aanvallender konden gaan spelen, meer druk zetten. En dan kwamen de goals. Tweede goal met een corner. Van kortbij, maar ook op basis van karakter, denk ik. Die bal heb ik nog infronden. Kevin Geets. En dan, dan dacht ik even dat we tevreden moesten zijn met een punt. Maar gelukkig, dus de knal van Asta onderkant lab of op de lat. Gelukkig was er dan ook de 89ste of de 90ste minuut. Met prachtige tegenaanval, Oskan die net ligt op Bart Wevers en Bart is een tweede van het seizoen, maar dus al wel een wedstrijd met twee gezichten. En als hij speelt met het gezicht van de tweede helft, dan gaan we nog heel veel punten halen. Als we daarom tegen ons pakje aantrekken van de eerste helft, dan denk ik dat we geen enkel punt meer halen. Dank u wel, Sint Bosgaard. Zijn er vragen van de pers uit naar Sint Bosgaard? Wat hebt u recht om de match om die nog een keer teweeg te brengen? Dus de vraag die gesteld wordt is, wat heb je gedaan tijdens de rust? Tijdens de wedstrijd om die nog een keer teweeg te brengen? Ik heb gezegd dat het er niet op aankwam om visitekaartjes aan de trainer af te geven, maar dat gewoon de mouwen moesten opgestroopt worden en dat dat met een andere mentaliteit, een mentaliteit van wij willen de wedstrijd winnen, de match moest aangepakt worden en dat wij dan even goed in staat waren om twee of zelfs drie doelpunten te maken in plaats van verliezen. En dan heb ik de tactische wissel gedaan, waardoor Van Assen toch meer als spits ging spelen en van op links zou ik aanhouden. En ik vond dat we de eerste helft ook veel te weinig tot voetballen kwamen. En daarom heb ik Sven van Vlasselaar ingebracht op de positie van nummer 10, zeg maar. En, dat heeft gewerkt. We zijn veel beter gaan spelen. We hebben gaan combineren. We hebben een mooi doelpunt gemaakt achter waar het pas van Vlasselaar maakt dat zelf. We hebben die stilstaande fase erin gewerkt. Ja, ineens was de chemie er wel, klikte het wel. En wat ik gezegd heb, ja, in feite denk ik dat iedereen wel zelf besefte dat het anders moest. Willen we een match winnen in tweede klasse.